Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de Hartgras-podcast nummer 134. Aanwezig Suze van Kleef, Hugo Borst en Frans Toomese. Suze, waar was je gisteren? Bij de wedstrijd van het weekend. Ja, ik moet jullie toch even onderbreken. Is het niet veel noodzakelijker om het over Ajax te hebben? Wat mij betreft, het hele uur. Dat doen we al elke keer. Ja, maar niet als ik erbij ben. We beginnen met waar Suze was. Oké, okay, ik leg me hierbij neer. Gewoon op basis van de het feit IJssel, dat, ik, de nou IJssel, IJssel, ja, dat ik 35 jaar jonger ben. Ja, de IJsselderby. <laughs> ik was bij de IJssel Derby. Ik de, heb iets tegen het woord. Ja, ik, heb, ik vind het moeilijk om uit te spreken, merkte ik gisteren <laughs> ook. Dat ik even, ook een aantal keer per ongeluk de IJsselse derby zei. <laughs> ik, ik, het ligt niet lekker. Dat kan ook? Ja, toch? Ja, Het was niet een soort van ja, taalkundig ja. fout, maar. Misschien niet helemaal zoals het hoort uh, in de voetballerij. Maar uh, ik begrijp het Weet wat je, je waarom zegt. ook? Omdat elke voetbalverslaggever in elke krant. heeft het altijd maar in de eerste zin al over. de IJsseldag. Ik heb het ja. ook gedaan als commentator. Ja. of als Vezien presentator van, van Langs de Lijn. Ja, ja, zo werd er inderdaad een aantal keer ook naar mij toegepraat. Ja. Dus ik heb zoveel. hoefde ik zelf niet te zeggen. Want dat werd al gezegd. Ja. inderdaad vanuit de studio. Dus dat was op zich een meevaller. Ik vind helemaal niet dat je zo baninerend over hoeft te doen. Ja, IJsseldark. Zo vind, vond ik het een prachtig affiche. Deze wedstrijd. Het, uh, toch, was Frans. Dat is toch een mooi affiche. Ja, ik heb alleen het affiche gezien, eerlijk gezegd. Maar... <laughs> <laughs> nou ja, gelukkig heb ik de ja. volledige 97 maar minuten. Maar zo hoe was het? <laughs> nou, het was een drooggelegde ijssel Derby. Er mocht ja. niet uh, gedronken worden Goed binnen zo. en buiten het stadion. sterk. Ja. Uh, er mocht geen walk to the stadium gedaan worden. Wat ik ook sowieso heel leuk vind, dat alles anders dan zo in het Engels wordt gedaan. Uh, dus er mocht niet vanuit het um, centrum van Zwolle. Een optocht naar het stadion gedaan worden. Uit angst voor ongeregeldheden. Dus er zat eigenlijk van tevoren vooral heel veel spanning op. van... Gaan we deze wedstrijd uitspelen? Of moeten we dinsdag terug naar de IJssel. om het vervolg ja. van deze derby ja. te zien? Dat viel mee. Dus dat was sowieso al, al iets. Hij is uitgespeeld. Hij is uitgespeeld. Hij heeft maar heel eventjes stilgelegd. Uh, gelegen om uh, door, door wat uh, vuurwerk van, vanuit de Far East Ultras. Heet het geloof ik? Dat Far East Ultras? Ultras. Ja, Alright. Dat is volgens mij de naam van. Uh, de, 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 het deel van de harde kern van PEC wat boos was uh, over um, de maatregelen ook. Die waren ook een kwartier later uit, uh, oh ja, oh, uit protest. Oh, uh, oh, zat oh, hun vak oh, leeg. dat hielp natuurlijk enorm. Hoop oh. gebeurt gewoon vooral uh, uh, rondom het veld. Maar ik heb ook wel, uh, ja, ik vond het ook wel een leuke wedstrijd eigenlijk. Maar, ja, maar bij PEC hebben ze zich volgens mij vorig jaar best wel vaak misdragen, toch? Ja, maar ja, ja, ja. en nou dit vol... jaar eigenlijk ook al uh, met, met, met Sparta. Uh, uh, ja, precies wedstrijd. Dus ja. ze Dus volgens ja. mij zijn ze een van de clubs uh, die de meeste boetes krijgen ook. En ja. en dus dat, het is heel verstandig dat de club ja, uh, erop toeziet. In combinatie uh, met de gemeente dat ze gewoon dat zeggen, het niet uit de hand loopt. Hier, dat vind ja. ik ook. Maar dan krijg je weer het commentaar. Ze maken het voetbal dood. En dan ja. denk ik, ja. Bier hoort bij voetbal. Wie, ja. maakt, wie maakt het voetbal nou, ja, nou dood? Je hoort ook achteraf Bram van Polen, de aanvoerder van, van PEC. Die ja. zegt ook, ja, dan ligt dat spel weer stil. En dat zorg, toen zaten wij net lekker in de wedstrijd. Dat zorgt ervoor dat Go Ahead weer een plan kan gaan maken. Kan ja. weer vervolgens zich volledig herpakken. Ik zou zeggen, Bram, ga even langs uh, de supporters van uh, PEC Zwolle. Nou ja, hij stelde voor om een uh, veldje te huren en ze het gewoon zelf even te laten uitvechten. Ja, ik, ik hou hiervan. Ik zag uh, die hoofden tevoorschijn komen onder die zwarte broek. Oh, ja, ja. En ik dacht, ik had opeens de oplossing voor het supportersprobleem. Kijk, als je een café binnengaat, moet je minstens 18 jaar zijn. Hè? Dus leeftijdsgrenzen zijn sowieso al normaal in bepaalde omstandigheden. Maar ik dacht, cito -toets. Waarom niet gewoon uh, een cito -toets? Maar kunnen we daar nog waarde aan hechten als aardrijkskunde... en geschiedenis niet meer worden getoetst? Nee, maar doe nou 540. Als minimum voor een, voor een toeschouwer om binnen te komen. 40, dat is toch heel hoog? Ja, ja. Maar, maar je moet de lat hoog leggen. <laughs> ja. Frans, jouw mening? De gaat. Elitaire, grachtig worden de potten. Daar zou een soort zo hockey, hockey van maken. Ik ben net blij dat mijn jongste zoon uh, van hockey af is en is gaan voetballen. <laughs> Wat was Sito doet? Nou ah ja, wel boven de 45, maar, ja. maar hij voetbalt. Daar gaan we al, want dus hij is dus zo verstandig om van hockey weg te gaan en te gaan voetballen. Ja. Ja, dat verstand wens je dus supporters ook wel toe. Ja. Nee, ik denk niet dat het met uh, intelligentie te maken heeft. Het Echt heeft niet? De... Zag je die hoofden? Die onder het doek ja. uitkwamen? Jawel, nee, ik heb het niet gezien. Maar ik, ik, om, om, om dit soort gedrag te koppelen aan domheid vind ik ook simpel. Want het is vaak hormonaal gericht en <coughs> door cocaïne en weet ik wat. Je het mag het wel koppelen aan hormonen, maar niet aan intelligentie. Ja, maar ik heb de indruk dat jij nu echt met een centimeter schreeuwtjes gaat opmeten. Ja, maar ja. luister, ik bedenk dit en ik denk, dit is echt een goede openingsgrap. Dus <laughs> ik heb dat nu gezegd. Nee, maar dan zetten we er even op door. Ja. Je wil ook graag weten hoe die dat dan praktisch ja. regelen. Nou, ja. simpel zaken. handhaven. Nou, maar laten we even meteen. We komen, l we komen terug op de IJsseldarby. Ja. Maar laten we he. dan meteen even, even uh, de, de kanker aan. Nee, er is een oplossing. Dat oh. noemde Lubbers ooit uh, kleine kampementjes. Ja, kleine kampementjes. Kleine kampementjes waar ze dan uh, te werk worden gesteld. Ja. Maar goed, dat experiment is in uh, 40, 45 natuurlijk ook al uh, uitgevoerd. Dus dat ja, er waren of... grote kampementen. Grote kampementen. L Lubbers ja. wilde ja. kleine kampementjes. Ja. En dan met schoffelen en zo? Schoffelen, hard werken, dat ze te moe zijn om dingen kapot te maken. Net zoiets als dienstplicht. Ja, maar daar kunnen ze natuurlijk weer met zo'n geweer of zo'n handgranaat ook de nodige... Schade aan. Zouden ze wel mee naar huis moeten nemen dan? En dat zie ik niet, 1, 2, 3 gebeuren. Het a -checken. Hebben we nog een oplossing voor de man die kanker aapriep naar Bobby? Ik zeg: ziet dat toets. Frans, heb jij een oplossing? Ja, ik, ik vrees ik, dat het weer een taakstraf wordt. Beetje schoffelen, schoffelen, ah. ja, schoffelen. Wat hij eigenlijk ja, al deed, maar dan nog gruwelijker. Ja, ze hebben er iets, denk... iets sneller gereageerd nu, Twente. Dit hoort niet bij ons. Hallo. Maar dit had toch niet nog een keer mogen gebeuren na vorig jaar. Ja, maar dan krijg je dus dat die, dat die bus gewoon naar binnen moet: een stadion in moet rijden. Dus ja. dat je dus niet meer een contact hebt tussen uh, spelers en, en supporters. Ja, dus, dus dat ik is ben zielig. het eens. hoor. dat overwegen waar je het de, waard, in nee, dit geval... Ja, nee, maar dat denk ik ook. Want ik vind dus ja, dit is gewoon te walgelijk voor woorden. En ja, je, blijkbaar kan men zich niet. Uh, Gedragen. En het is altijd dat van ja, maar een kleine groep, denk ik ja, maar dan moet een grote groep misschien wel even proberen te corrigeren ook. Ja, ja daar heb ik niet zoveel vertrouwen in sociale controle. Nee. Dat gebeurt niet heel vaak. Nee. Ja, maar het gebeurt toch ook buiten het voetbalveld, de politici en weet ik wat, iedereen die toch een beetje boven het maaiveld uitsteekt, krijgt te maken met dit soort uh, mensen. Ja. Maar toch heb ik de indruk bij zo'n zo. man uit, uit waarschijnlijk uh, Twente, ik heb hem in mijn column holbewoner genoemd. Uh, dat hij erop uit was. Hè? Dus dat, die, dat het niet een impuls was, maar dat het echt. Voorbedachte raden. Voorbedachte raden naar die bus. Dat het ook zo'n kopie is van, vorig, uh, van het einde van vorig jaar. Ja, ja, en, het vorig en seizoen. Dat is hier ja. zo slecht aan. Ja, dat het niet uit een uh, emotie of uh, ja. geen doodslag, maar moord, zeg maar. De terugwerkende uh, kracht had ik eigenlijk wel begrip voor Berghuis vorig jaar. Ja, ik ook. Ik, zag ik hem heb praten. het niet veroordeeld, maar ja. ik dacht van, wat goed eigenlijk dat jij ja. solidair was, man. Ja, ik zag hem uh, in een interviewtje, zei hij zoiets van, uh, hij liet in het midden of hij er spijt van had, ja. Of hij nee. stond er nog een beetje 50-50 in. Uh, ja, Monster. maar als, ja, hij, als, hij als, had het. Als privéfiguur vind ik het ook terecht. Als jij jouw vriend of weet ik wat in... Ja. Je gaat met iemand uit, weet ik wat, jouw vriend wordt belaagd. Dan peer je een ander natuurlijk ook uh, voor zijn kanenstuk als je de kans krijgt. En... Dat, dat heeft hij gedaan. Het is natuurlijk een hele aardige jongen die Steven Berghuis, die met de selectie had met iedereen uh, optrekt en uh, zich verantwoordelijk voelt, denk ik ook wel, hè, voor die... Uh, nou ja, en wat jonge hij jongens. zelf ook zegt, van als ik naar de, dat zei hij ook in een van die interviews, van als ik naar de supermarkt ga, dan word ik ook drie, vier keer uh, verrot gescholden. Um, ik kan mm. me voorstellen dat je daar op een gegeven moment klaar mee bent. Michiel Kramer zei het gisteren in ja. studio voetbal, hè, dat het niet normaal is wat er wordt uitgekraamd. Echt niet normaal. Ja, maar dat is omdat supporters van voetbalclubs worden vaak te serieus genomen. Ik, ik krijg er ook ontzettend genoeg van op Twitter ook en zo. Die, die supportertjes, weet je wel, die van alles uitkramen. En dit is daar ook weer zo'n zo voorbeeld van. Ja, maar daarom heeft het niet per se met voetbal te maken. Dit is gewoon een maatschappelijke uh, ontwikkeling. Ja, maar ze verzamelen zich natuurlijk wel op podia waar, waar ze gehoord worden. Ja, en... ik, denk, ik denk wel dat, dat voetbal wel een soort van uh, ver, vergroting uit uitvergroting is van wat er maatschappelijk aan de ja. hand is. En dan ga je ook nog verzamelen met een hoop testosteron, drank, uh, drugs, et cetera. Dat, dat is ja. wel meer dan op straat, heb ik het idee. Ja, al die politici die lopen met allemaal beveiligers om zich heen. Uh, ja. Nogal erger, toch? Ik Kijk, vond het ja, wel heel snel. Ik vond het wel nog naar de supermarkt. Maar ik denk dat heel veel politici niet zomaar naar de supermarkt meer kunnen. Is, denk je niet dat het een, een andere uh, groep mensen is? De, dat uh, die uh, belagers van politici toch meer aan de, aan de wappie kant zitten, terwijl uh, die voetbalvermeende uh, supporters... Ja. Ik denk dat die gasten van gisteren onder dat zwarte doek niet uh, dezelfde zijn die... Politici belagen. Die of zo belagen. Nee. Nee. Maar goed, dat is ook maar eigenlijk... Maar ja, Ik vond het zielig voor Robby. Ja, Ik natuurlijk. vond hem goed spelen. Ja, heel, heel gedreven, heel ja. hardwerkend en, en lekker uh, ouderwets was zoals hij kan spelen. Het enige lichtpuntje eigenlijk. Hij, nou, zonder meer. Ja. Uh, hij, wou, hij was echt goed. Hij had de zin Hij was gefrustreerd, omdat hij nie, vaak niet bereikt werd. Ja, de, 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 de zin droop eraf. Ja. Die, die moet hij echt nu blijven opstellen. Stijn heeft één zekerheidje, dat is uh, Bobby. Maar nou, vooral als je. Ziet dat Stijn eigenlijk maar één verklaring had voor de wanprestatie, namelijk duels aangaan. <laughs> inzet, moest ik ook zo om lachen. Ja, zetten ze maar dat had Brie de helft al meer. Ja, het is dus duidelijk dat Stijn het een beetje kwijt is. Hè? Jos, ik moet even ingrijpen nu. Ik, uh, ik, ik ga wel mee uh, met jullie. Stijn uh, doet het niet goed, uh, maar ik hoorde de podcast vorige week ook, hè, want uh, ik, ik was er niet bij. Maar alle, alle pijlen gaan op uh, Stijn, maar. Uh, ik kan me toch uh, vergissen, maar hier staat een selectie uh, die te duur is. Die niet goed genoeg is, die ook niet goed genoeg zal worden. Uh, en, en dat is uh, de, het werk geweest van Miss dat. En daar heb ik jullie vorige week niet of nauwelijks nee, over. Gehoord. Maar ik Sterker vind... nog, ik denk, ik denk zoals jullie diep, diep onder de indruk zijn van. Het beschaafde voorkomen, de verbale begraafdheid van Sven Mislint. Ach, nou, gisteren op de tribune zat, we ook niet heel beschaafd, hoor. Nee. Ik bedoel, holy shit. Ik, ik vind, heb nog nooit iemand zo grootste, liggend zien zitten. Ja, de grootste fout van Mieslind, dat is dat hij Stijn heeft aangesteld. Die... Kan dit niet? Oh, nou, ik kan nog wel negen, maar negen Henk, andere fouten van maken. Denk hem noemen. je dat Arne dat nou Slot deze selectie ja. uh, binnen twee weken op de rit had? Niet binnen twee weken, maar wel binnen een maand. Ja, oké, ja, maar, maar, maar dat jij, heeft Stijn ook dus dus nog niet gehad. Hij spelen nog steeds op, op Stijn. Zeker. En, en begin eens met wat spelers. Je ziet toch uh, dat hij gewoon één niet... uh, niet... duel gewonnen, die uh, nee, man van 21. Nuro, miljoen hij ook... is Je ziet toch dat hij geen enkele oplossing had. Voor uh, de rol van flap in die wedstrijd. Maar daar wedstrijd. hadden we toch Maduro voor aangenomen? Dat weet Maduro niet, niet. was toch het tactisch licht? Oh, ik heb geen idee. Maar in ieder geval, daar uh, krijgt een speler van Twente alle vrijheid van de wereld. En na afloop. Hij heeft in de, de, de rust gewisseld zei, op rens? Ja, in de rust. Dat had na tien minuten gemoeten. Ja? Ja. Dat is snel hoor. Je moet het omzetten. Als, als je ziet, kijk, de beginfout in die wedstrijd was natuurlijk om twee jongens op nummer zes te zetten. die <coughs> ja. allebei niet kunnen tackelen. <coughs> ja. Waar, waarom dan? Ik. Uh, ja, want wij appten samen. En uh, jij zei van hij heeft toch gewisseld in de mm -hmm. rust. Ja, te laat. Nou ja, kijk, ik, ik vind het terecht dat je, dat je Stijn aanvalt. Uh, aan de andere kant, als je stuk voor stuk de spelers langsloopt, dan weet je dat je bijvoorbeeld Medic. Ja, dat voor... er toch niet in? Nee, oké. Okay, waarom koop je hem? Uit de tweede Bundesliga, niet opgepikt door geen enkele Bundesliga club Waarom kopen die voor 2, twee, 2,5 miljoen? Waarom? Nee, wat, wat is daar het ja. nut van? Je had In de Eredivisie had je zo iemand ook op kunnen duiken voor 2,5 miljoen. Kijk, Stijn heeft gevraagd om Nederlands sprekende spelers. Ik snap nog wel dat daar communicatiestoornissen aan de grondslag liggen. Je ziet, een, een, ze zijn een Babylonische spraakverwarring met elkaar aan, aan het gaan tijdens het bouwen. En, 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 het bouwsel, ja. Ja, maar volgens mij is het inderdaad wel duidelijk... dat die selectie ook inderdaad niet per se in balans is. Als je, nee. je hebt niemand op rechts. Nee, dat nee. dat nee. is Fijn toch Noord absurd? Die akpom wordt landen. op rechts gezet. Die Maakt heeft één keer in zijn leven... Ja, maar nee. het gaat niet alleen over dat je uit, een ander, uit andere oh. landen komt. En volgens mij heeft eigenlijk uiteindelijk... als je telt nog steeds vijf man in de basis... die in hun eigen jeugdopleiding hebben gezeten. Dus valt dat allemaal best mee. Maar als je zo'n selectie samenstelt... en je hebt vier linksbacks of drie nu... omdat Wijndal weg is en geen rechtsbuiten... En Berghuis wil Stijn dan niet oprecht, want die wil hem op tien. Dan heb je dus niemand en dan zet je daar Akpom neer, die daar op de training <laughs> blijkbaar op zich wel geen teleurstellende indruk was, het, geloof ik, had gemaakt. Nou ja, hij wist niet zo goed wat hij moest dus doen. Dus natuurlijk daar. moet Stijn roeien met de, met de riemen die hij heeft gekregen ja. van Miss Lintad. Um, maar mijn kritiek op, op Stijn over is hoe hij dan vervolgens reageert in die interviews ook. Dat vind ik ook op een Dat snap ik. Dat snap ik. Daarmee valt hij in. weer die spelers je... voor de bus gooien. Het lag allemaal niet aan de aan de strategie of de aan, aan de, de tactiek. Ja, ja, hij had, had, het had het goed had uitgelegd. Ja, hij had het goed uitgelegd. Dus ik heb eigenlijk geen idee uh, ja. hoe het ja, is Ja, maar ik vind toch dat het in de kern begint bij de aanstelling van Michelin Tad. en die is gedaan ja. door Van der Sar en dat is een uh, enorme fout geweest. Want als je ziet wat hij voor een dik 100 miljoen heeft afgeleverd, je weet, we weten allemaal, er zullen er heus wel twee, drie nog uh, bij trekken. Maar de rest is bagger. Veel te veel voor betaald. Uh, had je hele goede andere alternatieven voor gehad? Ik bedoel, Noah Lang loopt bij PSV. Uh, voor dat geld is volgens mij die Akpom gehaald. Of, of Forbes. Ik, ik weet het allemaal niet meer. Maar um, er zijn gewoon heel veel verkeerde aankopen gedaan. Ja, maar jij vertegenwoordigt hier dus wel uh, de belangen van Stijn. Ja, dat, ho, dat, dat, ho, dat begrijp ik. En jij kent hem uit de Sparta-tijd. Dus Henk, ik snap de sympathie heel erg. Maar nee, waarom ik, valt hij... Nee, ik ik vind het echt onder de gordel, dit. Ik Hoezo? tegenwoordig helemaal niemand. Hoezo onder de gordel? Onder de gordel. Jij, jij hebt hem anderhalf jaar ik bij Sparta zeg, meegemaakt. Ik kijk, ik kijk gewoon waar uh, de de beginsel fout is gemaakt. En dat is bij de aanstelling van Mislintat. Vervolgens heeft hij verkeerde spelers gehaald. En Stijn had hij ook niet moeten halen. En uh, dat Stijn nu met Maduro en die... Bakati? Bacali, Bakali. Bakali. Uh, er niets van bakt is ook een feit. Dus Stijn doet het niet goed, maar uh, Ajax ligt zo verschrikkelijk op zijn reet... Uh, dat je eigenlijk, ik heb geschreven vanochtend in mijn column, je moet een jaar vooruit kijken. Dan zijn Misslingtad weg, dan is Stijn weg en Alex Kroes probeert al die waardeloze spelers, uh, nou ja, te dumpen uh, voor 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 uh, hele lage prijzen. Maar Toch, ondertussen moet je nog wel een jaar vol maken. Het ja, is maar, verschrikkelijk. Intussen gaan er spelers kapot die dat niet verdienen. Want uh, nog steeds, uh, Amadi, uh, uh, El Amadi zei dat gisteren volgens mij. Uh, terecht, Van de Bomen was nog niet in het veld. Of hij gaf al een goede bal uh, diep op uh, een voorhoedenspeler. En ja, Stijn ziet het niet in hem zitten. Als ik Van de Bomen was, zou ik zeggen, Winterstop wegwezen hier. Maar die 3-1 was wel een hele is al terug, balverlies, hè? Die toen de 3-1 viel. Ja, hij werd verkeerd aangespeeld. Nee, door, ja, maar nog, nee, hij stond er gewoon te, te kijken. Hij had hem af moeten schermen. Dat was echt, dat kan <laughs> hij stond op de middenstip. <laughs> ja. En hij, liet er, hij wilde ja. en dacht, nou, ik laat hem bal, bal even Ik, ja, ik ja. vind, ik vind ik dat we Henk in vooruit. de waan moeten laten dat Branko van de Bomen de redder van Ajax is. Ja, dat, dat, daar heeft ja, hij recht op. Ja. Nou ja, en die wordt stuk gemaakt. En uh, dat zie ik. Stuk uh, gemaakt, hij wordt niet opgesteld. Ja, terwijl het de beste man in de voorbereiding was. En dus dan ben je met weinig tevreden, beste man. Hij was de beste man in de voorbereiding. Ja, met een 6,5. half. Maar er zit een man op de bank die het niet ziet. Die heeft geen verstand. Nou, ik durf niet te zeggen, die heeft geen verstand <laughs> van voetballen. Maar nogmaals, je speelt met twee keren nummer zes: Tahirovic en uh, Mansvark? Mansvark heet die, geloof ik. En die kunnen allebei niet het middenveld van Twente in toom houden, omdat ze gewoon verdedigend tekortschieten. Nee, ja, maar, dat... maar Stijn is wel iemand die heeft gevraagd om Nederlands sprekende spelers. Je had ook moeiteloos dat je bij PSV en een beetje Feyenoord kijkt. En, en ja, ik had dat, je wel dat enkele ik Nederlanders mee. kunnen aantrekken. En hij had dan een team kunnen smeden. Ik heb de indruk dat de communicatie hem in de weg staat. Ik denk dat zijn Engels niet goed is. En dat hij gewoon de spelers die nieuw zijn binnengekomen niet kan bereiken. Hij kan zijn werkwijze die hij bij Sparta succesvol heeft gedaan... en ook bij andere kleinere clubs... Die kan hij inderdaad uh, niet tot uitvoer brengen. Maar dat is dan ook een mismatch van uh, uh, dat, hè? Ja, zeker. Alleen uh, er zijn nog wel meer dingen binnen Ajax. Uh, die om verbetering zouden vragen. En dat is bijvoorbeeld: waarom is Univar uitgeleend? Dat begrijp ik niet. Nou, ik zat naar het bankje te kijken. Ik denk: Eiting had het vandaag beter gedaan bij Ajax. Regeer staat Regeer. daar ook. Wat dacht je van? Ja, Geer. Die had het allemaal gesnapt. Ja, die, weet, die weten dan wat ze moeten doen in ieder geval, dat is al, al 15 jaar hoe, je, hoe ze bij Ajax spelen. De Fit Jim, die had het ook beter gedaan op het Zeker. Zeker. de middenkant. Zeker, dus de er is daar is daar binnen, en binnen je ook, de scouting en tussen de technische staf, zijn er ook allemaal dingen mis. Dat weten we gewoon, want er is gewoon Scouts, ruzie. Ja, die 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 het en we hadden, het, en we hadden al die opgeleide spelers van Ajax, hè, die we net noemden, die hadden we het ook vergeven als het 3-1 was geworden, verlies. Uh, Om, omdat je nou, dan dat denkt. Is niet, dat is bij Ajax weer nou. ingewikkeld. Die Taylor die krijgt het natuurlijk ook altijd voor zijn kloten. Ja, maar dat is terecht. Heel... Dat is ook houding, geloof maar ik. Grensjes ook. Uh, Niemand vindt Taylor leuk. Ja, maar gek goed. genoeg viel die wel goed in gisteren. Oh? Ja. Hij was goed in Jong Oranje. Tot mijn uh, verbazing was hij minder uh, egoïstisch en egomaniac. Maar gisteren, Idem Dito, hij bracht een beetje lijn aan de linkerkant. Het uh, is niet iemand die jou elftal gaat redden, maar het was een redelijke invalbeurt. Maar ik heb mijn hoop gevestigd op Jan van Halst. <lacht> <lacht> ik bedoel, als speler dan, hè, die gewoon een beetje controlerend komt, komt spelen op het middenveld. <lacht> <lacht> mijn god. Wat is? Ja, waar eindigt dit? Nou, dat, dat is wel. Want jij zegt, een jaar vooruit kijken, dan zijn deze. Nee, je, moet, je moet nog. Die allemaal weg. Maar laten we even voorspellen. Ik denk dat, dat uh, Stijn, die gaat er natuurlijk uit voor de kerst. Michelin-taat gooit hem eruit. Die is dir directeur. Die en gaat dan, er zelf ook uit. Ik denk die gaat ik... er zelf in april uit, als Cruise net begonnen is. Het <laughs> Een slachthuis. Maar dan moet je allemaal ja. uitzitten dus, hè? Maar hebben, hebben we. Dat is Ajax... nog best ver. er zijn nog veel wedstrijden. Nee, gaan, hoor. gaan de mensen naar het stadion voor zo'n Europese wedstrijd donderdag? Of denken ze van, nou, ik wil dit niet aanzien? Zo ik doelbal. weet het niet, maar goed. Uh, ik denk de eerste Europese wedstrijd wel. En als je dan flink eraf gaat, dan denk je het al wel. Maar zij is niet echt supergoed. Ik zag wel wat ja, United. Ja, niemand kan toch nu het... zeggen met een, met een Ajax hart dat een tegenstander niet echt goed is. Ja, dat Ik is bedoel, massel. waar hebben we het over? Ja, dat een 0-0 mogelijk is. Oké, okay, ja, nee, dat, en dat wordt dan gevierd als <laughs> nou. een overwinning. Ja. Tegen Feyenoord daarentegen wordt het een <laughs> tranendal natuurlijk. Ja. Feyenoord kan nu uh, goed maken dat ze ongeveer uh, twee decennia lang in de kuip met 5-0 zijn afgedroogd door Ajax. Ja. Daar moeten ze zondag aan denken. En die jongens <laughs> hebben natuurlijk niks met dat verleden. Maar dat moet iemand ze inprenten. Ik zie geen mogelijkheid dat Ajax ook maar in de buurt komt bij Feyenoord. Nee. Wat zei Van Hanegem? Ja, die was de... zag het nog niet 1, 2, 3 gebeuren. Ja, dat is typisch Feyenoord-supportergedrag. Ja. ja. Ik hoor het Wessel Penning zeggen. Ik ja. natuurlijk uitgelokt ook. Ja. Ja. Denk je ook niet dat? En is Zal Ajax je... niet beter dan we denken? Zou je uitgerekend zien... Ja. Dat ze net Feyenoord uitkiezen om weer helemaal... Precies ja. uh... dus nu een arbitrale dwaling van Makkeli... Ik zeg toch altijd, die VAR die deugt niet. Ze trekken die lijntjes niet goed. Ja. Maar ik, ik ben altijd wel een enorme voorstander van de VAR. Alleen gisteren bij jouw wedstrijd ja. was het echt zielig. Het was moeilijk voor de, de voetballiefhebber om te zien. Beschrijf even voor de mensen die ja. de IJssel Darby hebben niet gezien. IJsselse Darby, uh, waar um, Willem Willem zong. Toch denk ik wel mijn, mijn favoriete speler van ja, uh, Go Ahead Eagles. Geboren kultvoetballer. Ja. IJsland. Uh, IJsland. 1,91 ja. meter 91, Zoon van de minister van volksgezondheid in IJsland. Dat wist ik niet. Nu wonen er natuurlijk oh. niet veel mensen in IJsland, dus Goede de kans is groter. Dat feit. <laughs> dan, maar ik, ik zeg het toch maar even. Um, vorig jaar uh, leuke, leuk seizoen, goed seizoen gespeeld bij Go Ahead. Daarvoor twee jaar in Wit-Rusland. Dat kan je, of Beloos, moet ik zeggen. Dat kan je ook zomaar overkomen. En nu, um, ja, publiekslieveling en heerlijke voetballer, Pingelaar. Terwijl hij met dat postuur er natuurlijk meer uitziet als een centrale verdediger. Totdat hij die bal krijgt in zijn voeten. Gisteren ook um, net over de middenlijn. en uh, iemand wegzet met een lichaamschijnbeweging. de dribbel aangaat. zich twee, langs twee man bij de zijlijn sleept. naar binnen snijdt. Langs nog een man gaat en vanaf rand 16. die bal ja, droog in de korte hoek schiet. Ja, een fenomenale goal. Heerlijke stond, goal. En toen stond er een ander. Ja, ik Koe, heb, het jongetje, ja of hij net daarvoor uh, was het geloof ik. Ik, ik ik ben er nog steeds niet helemaal uit waar het lijntje nou precies getrokken werd en ik moest ook weer verder praten dus ik heb het uiteindelijk. maar hij, er stond iemand met een teenagel of iets dergelijks bij te spelen uiteindelijk duurde ook echt lang die die fartcheck. en dan is het ja volgens de regels uh, maar wel jammer hey, en kan die hoger voetballen ja dat denk ik wel ja maar hij is niet ik, snel hè nou, dat valt wel mee. Hij ja. lijkt niet snel door dat postuur. Ja. Maar, zou misschien dat zijn hoogte? Nou, ik zat wel een beetje he? te denken van nou, zo'n bal, ja, balvaste voetballer bij Ajax op middenveld, zou ik best uh, kunnen zien. Maar, maar ik denk dat hij wel uh, nog wel een stapje hoger kan. Ja. Tot de Ajax? Ja, bijvoorbeeld staat twaalfde. Dus ja, dan moet ja. ik meer naar de na-competitie gaan kijken nu in Amsterdam. <laughs> Iemand vroeg dat op Twitter. van Hoe werkt dat eigenlijk? Hè? Die Ja, die ja, ging ja, dat zich af. Ja. ja, kan iemand Sowieso uitleggen? is ja. Ajax Twitter ja. is gewoon, als het niet goed gaat, ja, is toch genieten. Dus, dus, uh, Want ze worden cynisch. Nou ja, vol op de beker, zag ik, uh, ja, ik iemand. Arco. Ja, zag ik iemand ook al. Maar dan moet je wel vijf, zes wedstrijden op rij winnen. Dat is inderdaad een probleem. Maar je, je stroomt wat later in. Mm. <laughs> dus mm. misschien is het dan al een beetje op de rails. Op de rit. Nee, ja, dus uh, uh, Willem Willemson was. Uh, ja, jammer. Dat was jammer van die VAR, ja. Heb jij naar Ajax gekeken, Frans? Ja, tot het uh, bittere eind, uh, moet ik zeggen. Dat, uh, nee, het is verschrikkelijk toch? Het is, uh... ah, je had nog wel hoop op die 2-2. Het dus had nog wel gekund. Ja, eventjes, er was een momentje, maar dan, dan was het ook wel een heel erg gestolen geweest. Ja. Ik vond Twente echt. Ik, het gekke is, als ik ben Ajax-fan omdat ik van dat voetbal hou. Gek is dat de halve eredivisie Ajax voetbal speelt inmiddels. Het genieten is behalve bij Ajax zelf. Maar hoe zou je het voetbal van Ajax dan willen benoemen? Welke club uit de KKD verbinden dan? Inderdaad wel het rechte rijtje. Serieus, Telstar. Nee, Telstar is weer wat anders. Telstar is cult, maar dat het. Ik heb dat probleem. Wie zijn het eigenlijk? Dat heb je ook wel eens bepaald van die ja. clubs: ja. Fortuna, zit of zo. niks met die jongens. Die kopen dan elk jaar weer uh, stel spelers erg. Alilovic. Ja, nu toevallig, want die ja. spelen veel leuker dan Ajax. Zeker. Nu was ja. Alilovic weer uh, geweldig bezig. Mooiste goal van de weekend vond ik die, uh, die steekbal door het midden van hem. Maar goed, is dat? Uh, nee. Je kijkt naar iets wat, wat volkomen onherkenbaar is, wat ik ook alleen aan het shirt herken als Ajax. Maar niet de spelers, ook niet. Maar ik moet zeggen, mans weet ik wat. Was ik ook nog niet aan gewend. Ik, heel veel lopen daar rond en denk denken wie zijn het. Ze dus hadden het kunnen weten, Feyenoord heeft hem afgetest voor anderhalf miljoen. Feyenoord had vroeger ook wel eens van dit Mansfair. soort spelers die ze ergens vandaan haalden. En niemand snapte waarom ze gekocht waren. Nu ja, af. maar uh, die, <coughs> die, als je er een goede trainer voor zet. Want ik ben nog steeds niet gewend aan Trouwner of zo. Ik denk, oh, ik denk echt van, wat doe jij hier? Maar dat slot heeft wel een goede speler van hem gemaakt. Ja, dat is ook zo. Maar het is wel interessant dat je dan, want ik zat de eerste helft in de auto uh, Ajax dan Twente te luisteren, en dan hoor ik bij Twente alleen maar namen die je al jarenlang kent. En dan zeggen ja, de, <laughs> oh nee, nee ja, ja, regeer dan. Maar ja. de eerste helft, als je gewoon kijkt naar, naar de basiself... Dan heb Prepper, je... Iedereen is gewoon beetje, vorig beetje, jaar. Middelf, iedereen uh, ja, ja. Uh, speelde vorig jaar. Flap speelde er ook al. En de enige die je dan niet kent is Samsted, de, de rechtsback. Ja. Voor de rest allemaal namen. Er zijn... Ja, Cerny is weggegaan. Maar daarvoor in de plaats staat Daan Rots. Die heeft ook al 80 wedstrijden bij Twente gespeeld. Dus dat is ook... Dat Fijne naam ook trouwens. Heerlijke de naam. Is sowieso zo de, echt wel zo'n zo lokale uh, voetballer daar. Dus die, die zijn gewoon... Die hebben daar een vast... Elftal, en als je erin komt, weet je ook wat je moet doen. Want Oegalden was ook vorig jaar niet altijd de eerste keuze. Nu wel weet ook precies wat hij, uh, hoe hij ze ja. medespelers moet, moet vinden. Er staat maar daar dat gewoon echt technisch beleid. Ja. Want, want ze hebben wel een andere trainer. Ja, ja. ja. ja zijn ook zijn ook kwijt. Ja. Maar allemaal namen die ik, ik doe nu twee jaar commentaar, die ik al heel vaak bij Twente genoemd ja. heb. En dat betekent dus dat ze dan misschien net tegen de basis aan zaten. En nu dus zonder enig aanpassingsprobleem. Maar het enige wat ik dan voor, in... voor Ajax vindt pleiten is dat ze hebben wel. Oh. Ze kijkt in een paar jaar heel veel toppers verkocht. En dat heeft Twente minder. Dus de aantallen en de, groot, hè, de grootte van het vertrek, zal ik maar zeggen. Dat is natuurlijk moeilijk te vervangen vanaf 2018, 2019. Ja, maar als je nu dus kijkt naar een Terni en een Seruki die zijn vertrokken. Dat ja, zou je dat bij Twente zijn, zijn dat echt. Echt, nou ja, de sterkhouders, uh, die je daar elke uh, vorig seizoen, elk jaar elk, elke wedstrijd zou noemen. Sterkhouden vind ik een beetje IJssel -derby. <laughs> daarom, daarom Ik keek ook naar jou. Dat is een vreselijk woord. Ja, ik betrap wel. mezelf er af en toe op. En ja. dan denk ik, voor zin is wat Nee, nieuws. maar Ajax moet te, dan om Ajax te blijven, meer in die buitencategorie zoeken. Dus en die vinden ze dan niet. Zij kunnen ook. Tchierny hadden ze natuurlijk, die hadden ze ook kunnen kopen. Ja, maar ze maar willen ze moeten niet te veel spelers gaan terughalen. Want Bergwijn, Henk. Ik kijk even naar jou. Jij blijft hem verdedigen. Ja. Uh, blijf je dat nog steeds doen? Ja. Maar ik snap dat niet. Nou, als het draait, is hij goed. Nee, hij is niet goed. Maar okay. jullie zitten net Flap te verheerlijken. Dat was vorig jaar ook een misère. Nee, nee, maar dat is niet waar. Want die flap... speelde vorig jaar best oké, okay, hoor. Niet. Ja, scoorde ja, maar hij scoorde alleen was, niet. Hij was geen basisspeler vorig jaar. Geen vaste basis. Nee, nee Stijn had hem eruit gespeeld. Ja. Maar hij was, nou ja, gisteren was hij gewoon ongehoord goed. Die eerste steekbal was meteen uh, bingo. Ja, het is altijd wel bij Heerenveen ook echt wel een hele fijne voetballer geweest. Ja. Alleen vorig jaar had hij gewoon pech. Ja, daarom. En toch ook wel en, en mislukt Andelecht, bij Anderlecht. Mis, ja, dat is mislukt. Ja. Ja, mislukt. Maar misschien net even. Ja, ik kan moeilijk zeggen van Anderlecht: het niveau ligt te hoog. Nee. want dat is al lang niet meer zo. Maar uh, misschien buitenland, weet ik veel. Zo'n jongen uh, kon het misschien in Brussel niet helemaal aarden. Maar Henk. Um, als we het dan nog even hebben over Bergwijn, dan zeg jij als het draait, dan is hij goed. Maar hij is toch niet. Hij is toch de, hij moet toch de aanjager zijn om te zorgen dat het gaat draaien. Gewoon qua status, qua transferbedrag. Uh, je bent aanvoerder, je bent uh, international, je bent ervaren en je bent Nederlands sprekend. Volgens mij moet je dan eigenlijk degene zijn die zorgt, de, de andere aan de hand neemt. En misschien zit dat niet helemaal in je, um, in je karakter, maar dat zou toch wel moeten. Ja. Hij, hij moet toch niet afwachten tot andere mensen zorgen dat het gaat draaien en dan kan hij lekker gaan voetballen? Ik denk eerlijk gezegd dat uh, Ajax gewoon van tactiek moet veranderen en dat Bergwijn en Broby twee spitsen naast elkaar moeten gaan worden en dat ze met vijf man achterin moeten gaan spelen en dat dat de enige manier is om uh, een beetje voetbal erin te krijgen. Ik krijg echt ineens een beeld: um, shot van de bank en in plaats van die Bakali zit Henk Spaan. Daar. <laughs> Het zou ik een droom vinden. He? En dan ook maar dat Heng, Henk is, dan ook is. Ook een laptop ook in ja. zijn handen. Hè? Dat hij dan even terugkijkt naar nee. de ruimtes ja. vallen. Maar en dan, dan moet dan... ik even vragen aan die vent naast mij weer. Hoe, hoe werkt dit? Ja. Ja. Kan ik die aanval nog even zien? Ja. Maar dat hij wel een microfoon op heeft, dus, zodat we hem net ook horen. Dat commentaar nee. van Henk. erbij. Nee, hij legt het ook uit aan het publiek, Aan 50.000 man. Ja. Oh, dat lijkt me heerlijk. Ja. <laughs> Nee, maar... 4-4-2 uh, zag het. In nee, de 3 2 5-3-2. Ik zag het in de beker. Ik denk het ook. In de bekerfinale tegen PSV. Toen in het laatste deel daarvan speelden ze met twee spitsen. Bergwijn en Bobby. En dat liep goed. Dus. Maar ook als je kijkt naar de spelers die je hebt. Is dat misschien gewoon een systeem waar je makkelijker in ieder geval de posities kan Ja, en dan kan invullen. Berghuis dus hangen op rechts voetballen. Weet je wel. Dus je gaat eigenlijk spelen zoals vroeger tegenstanders tegen Ajax speelden. Ja. Ja, dat is wel heel triest eigenlijk. Nou, een handig misschien ook spreek vooraf een voertaal af. Ja. Of, of een soort gebarentaal. Nou ja, ik zag, ik zag een aantal Onderbeek. van die misverstanden daar. Toen dacht ik inderdaad taal. echt, wat zouden ze naar elkaar roepen? Ja, klootzak. In je rug. Uh, neem maar gewoon dat soort ja. basale coachings. Uh, ja, tegen Van der Bomen riep niemand in je rug. Dat hoop ik, ja. Dat, dat het, niemand. Nee, want zo zag het er in ieder geval wel uit ja. dat niemand dat riep ik begin een, een beetje heimwee te krijgen naar die Italiaanse spits van vorig jaar van Ajax en die, uh, uh, en die was slecht Luca met, uh, ja. Uh, ja, ja, dat Luca. je denkt wat, konden we die nog maar inbrengen voor een corner <laughs> ja maar hij kon ook <laughs> niet zo goed koppen hij kon helemaal nee, maar dat niet maar nee maakt niet uit slechter dan Robbie kopte niet iemand van twee meter dat je ja. de illusie dat hebt je dat, je dat er een kopol gemaakt <laughs> kan worden dat er nog een kansje komt Af en, nou ja goed fijn. Feyenoord was natuurlijk geweldig zijn ja. machine ja, maar daar moet ik toch even bij zeggen. Ik, ik vind het hard verwarmen dat hij dat zeg maar tegen Herenveen, jongens. Ja, nou het. ja, goed. Ze, ze gaan het tegen Celtic ook doen. Het is ook in de Kuip. En dan nou, hebben ze uh, geen spits, hè? Ja, maar goed. Pai Sau, ik kan voetballen. Die, die dus ik nu chic. Ja, die ja was een prachtige goal. Maar, maar dat is geen spits. Maar uh, ja, oh, Pai Sau ja. ook niet. En uh, er was nog een andere jongen. Die speelde wel eens in de spit. Zou... Ja. ja. Nee, die Minté, die speelt ook in de spits. Ja. Maar die. die Kobano zeg je het zo. Uh, 7,5 miljoen, hè, vertelde die te Kloezen bij ESPN. Ja? 7,5 miljoen. Hij zei iets onder de 8 miljoen. Ja. Had Mislint dat ook uh, kunnen pakken? Misschien kende hij hem niet. Ja, ik krijg bijna waard. een beetje het idee dat daar gewoon. Veel beter is nagedacht, omdat de portemonnee wat minder gevuld is ook. Dus je moet echt ja. denken: oké, okay, maar wat hebben we nu nodig? En Feyenoord ten opzichte van vorig jaar had natuurlijk een vleugelaanvaller nodig. En dan ga je dus heel gericht en heel bewust inkopen. En dit geld hebben we. En nou ja, bij Ajax lijkt het er gewoon op van: nou, we hebben dit bedrag en we kijken wel. Misschien dat wat is we daar allemaal voor kunnen halen. Hij schiet met haar. Misschien dat ja. is, is, is een gangsterliefje. Uh, en, en de gangster zegt: hier heb je mijn creditcard. Ik ben even drie dagen een klus doen. Ga jij maar even shoppen. Nou, tot het hij maximum. Schiet, hij schiet met hagel. Je hebt best kans dat er drie uh, hiervan overblijven. En wat ik vroeger we vond, spelers. dat iemand zei dat, die, dat hij het dubbele betaalde van wat ze waard ja, waren. Ja, maar dat zijn die journalisten praten elkaar allemaal Nee, maar... Nee, maar bedoel dat hij wat in zijn zak Bedoel Ik dat hij denkt, ja, ik ga joh. hier een jaar lang uh, even mijn zakken vullen en dan ben ik weer weg. Ja, we, weten speler zijn, of niet we weten zijn circuit niet, niet. Nee joh. Ik geloof ik gewoon niet. Dat nee, is, maar waarom eh, betaal je dan voor, voor uh, die jongen op middenveld, die Noor? Wie zei dat? Dat weet, dat weet ik niet meer, maar ik verbaasde me erover... dat iemand had uitgezocht die, die spelers, weet ik wat, voor 6 miljoen te koop Ja, maar dat, Ja, dat, dit, dat was die door en die was 1,5 miljoen voor Feyenoord... en nu is ze 6 miljoen door Ajax. Ja, maar ze kijken dan naar die side-transfermarkt... Ja. en ze kijken naar wat de club betaalt. Maar en daar zit natuurlijk altijd een gat tussen. Transferbedragen zijn toch altijd arbitrair? Ja. Hè, want Ajax krijgt ook het dubbele... Voor een speler die Feyenoord voor de helft verkoopt. En dan dat je dus dacht dus je van, omdat Antony. hij van Ajax komt. Dus dan gaat een, een, nou, een club Ajax op. Komt er wel geld bij. Als Ajax aanklopt, dan gaat er geld Precies. bij. Precies. En andersom, dus als ze verkopen, verkopen ze ook duurder dan andere clubs. Terwijl het niveau van de speler misschien wel vergelijkbaar is. Dus dat, dat het gaat niet alleen maar over wat iemand op het veld brengt. Het gaat ook over. We club. moeten even follow the money erop zetten op het transferbeleid van. Ik zou het wel interessant uit. vinden als uh, daar een aantal serieuze journalisten Voor is vrijgemaakt worden. Dat ja. lijkt mij heerlijk. Ja. Ja. Maar dat kun je ook bij welke club dan ook doen. Hoor. Zeker, ja. Nou ja, je hebt clubs zoals AZ en Brighton, om maar nog eens een tegenstander van. Uh, oh mijn god, daar Ajax ook, te ook nog tegen. Brighton. <laughs> ja, die clubs die bouwen uh, met een toekomstvisie. Ja, ik bedoel bij uh, AZ. Zitten die scouts, die hebben gewoon over de aankopen veel te vertellen. Ja, die, die werken gewoon twee jaar vooruit. Ja, maar er wordt er altijd gezegd, die clubs hoeven niet kampioen te worden. Hè? Brighton of AZ, zolang mooi is ze vierde. Nou, Brighton zes. is dit seizoen echt wel een kampioenskandidaat. Ja, wel, man. maar als ze het niet worden, zeurt niemand erover. Bij Ajax begint ze altijd te piepen als ze derde worden. Je? <kuggen> ja. dat... Ander verwachtingspatroon ja, ook. Dus dan ja. moet je ook anders inkopen. Ik ja. ben even op zoek naar teletext pagina 830 Frans. En daar zie ik met vijf gespeeld, is het zes gespeeld. Nul punten Telstar. Ja, ik ben je ga... geweest al? Nee, hoe, ga... hoe zit het met de looplijnen daar? Nee, ik ga inderdaad de 29e naar Telstar Jong Ajax. Het is de strijd om de laatste plaats. <laughs> in de kelder. Uh, Leuk. De, de kelderkampioen-divisie, zou ik maar zeggen. Kelderkraker, zeg. De, we de dan, Kelderkraker. Hè? IJssel Darby, Kelderkraker. Ja. Nee, maar ze spelen dan wel weer leuk. Kijk, bij ze maakt dat niet zoveel uit, vind ik. Dat, die worden toch nooit kampioen. Dus ga ik, dan zit je ook met een Ze ander... hadden ook pech, hè, vrijdag. Ik heb gehoord dat ze ja. er vier uur over hadden gedaan, hè. Van Eemuiden naar uh, Kerkrade. Ja. Het zat enorm tegen met files. Ja, en dan spelen ze ook nog ineens slecht. Ja, maar, maar... dan hebben ze waarschijnlijk een teammanager... die niet weet dat de A2 dan vol staat. <laughs> ik vermoed zoiets. <laughs> ja. He, die arme Mike Snoei, die moet ja. iedere keer... na zo'n wedstrijd Moet hij de moed erin houden, weet je wel? Hè? Stijn die fakkelt ze af. Die <laughs> spelers, ja. Dat kan niet, want <coughs> hij heeft er maar 13. Ja. Ja, snoei. Oh, ja, maar het zit ook net boven het amateurniveau. Ik denk dat ze bij HFC de tweede divisie meer verdienen dan bij uh, Telstar. Maar ik, ik, de afgelopen seizoenen zag ik ook op social media vaak mensen klagen over tweede elftal van Ajax. Want er stond dan uh, de helft van het eerste elftal of hele dure spelers in mm. en zo. Maar dat zie ik ook niet zo heel erg meer langskomen, want ja. Daar ben je ook niet echt bang meer voor of zo. Die, Competitievervalsing, ik die... denk ze alleen maar prima, laat maar komen. Ja. Toch? Ja, dat die, dat die Manswerk Maar ja. is. Uh... Ah, ja, die op. heeft echt wel een naam voor de keukenkampioen die fietsen, vind mansverk? ik vindt. Manswerk, ja. Mansverk. Dat je niet weet wie of wat het is. En... Nee. Zwaar, uh, even kijken. Ik zag toevallig de samenvatting. Of nee, ik heb de hele live gezien. Vrijdagavond. Het was 3-3, dacht ik. Wat? Jong Aja. Oh ja. Ze stonden voor eerst. Ja, stonden voor, kwamen achter. Maar tegen een club die ik al vergeten ben. Ga ik het even opzoeken. Praten jullie gewoon door. Een soort van Den Bos of zo. Of uh, iets dergelijks. 8, 29. Je ziet er automatisch in hoor. Helmond Sport, Den Bosch, 3, Eindhoven. Eindhoven. Emme 3. Oh, Emme. Dat nou, is toch een uh, ja. gedoodverfde titelkandidaat. Ja. Om in IJsselderby ja. uh, te hebben. En die spelen. ene jongen die was goed hoor, die Misowi. Ja, maar ja. Nee, ze breken niet. Dat is ook een probleem. Dat had Feyenoord. Een paar Jaar geleden ook enorm dat ze nooit doorstroming hadden. Zoals bijvoorbeeld Burger, ik noem maar wat. Uh, nou, daar zijn voorbeelden zat van jongens die gewoon verdwenen voordat ze naar het eerste gingen. En dat is uh, bij Ajax natuurlijk echt uh, bijna schrijnend. Nou, ja, ik begrijp wel dat als je als er echt goede spelers voor je staan, hè, dan, dan kan je daar vrede mee hebben. Maar als er mensen worden ingekocht waarvan de kwaliteit zich nog niet laat zien dan wat twijfelachtig is... dan denk, je, denk ik wel... waarom oh ja. krijg ik geen kans? Uvar laat zich gewoon uitlenen. Die is blij. En die, had gelukkig ook, die wilde gelukkig ook juichen om die goal. Ja, ja dat was je ook je ja, interessant. Ja. Daar was ik blij om. om. Ja, ja. 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 En hard juichen ook. Ja. <laughs> ja. Jullie moeten trouwens die juicht juist extra hard. Zo iemand. <laughs> dus dat vind ik ook zo raar dat die Ajax aanhang... dan hem niet meer terug wil zien. Hè. Is dat zo? Ja, die waren woedend. Dat, omdat hij juichte. Ja, dat, dat uh, Clubverraad en zo. Hè? Oh, dat heb ik helemaal nou, gezien. Wel ik het heel terecht vond. Hij, leg, hij legde de basis voor een glorieuze terugkeer uh, <laughs> onder Alex Kroes. Jongens, het doelpunt van Kambuurt. Het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Willem II, gisteren, 77e minuut van El Hilali. Schitterend. Kijk het even terug. Niet gezien. Fantastisch. Een streep van een meter of 15. De hoek, in, de, in de kruising. Ja. Hard. Niet normaal. Nee. Dat vind ik zo sneu. Wij hadden Mark Kloosra weer gestuurd naar de eerste divisie. Doorgaans is dat hartstikke leuk. En uh, hij heeft nu al twee wedstrijden op rij echt een zaadpot gehad. Maar gelukkig kwam er nog een climax met dat schitterende doelpunt van die jongen. Uh, en dan ga je wel ook echt lekker door naar huis als je iets gezien ja, hebt waar je nog iets leuks ja, als over kan vertellen. Vorig jaar had hij in Groningen Willem II een oh. zaadpot eerste klas. Overigens die Martin van Giel zit daar nog hè, bij Willem II. Die heeft nu uh, twee technisch directeuren overleefd. Uh, drie trainers. Maar zelf zit hij er nog als algemeen directeur. <laughs> dat is lange termijn. Dat is ook wat, hè. Zien we ook niet terugkeren bij Ajax, hè, Martin van? Ja, uh, denk ik niet. Nou ja, Beggars can't be choosers. <laughs> nee, ja Ik hoor u gewoon net voorspellen dat we over uh, drie kwart jaar allemaal weer uh, nieuwe namen gaan zien bij Ajax. Dus nog weet. meer nieuwe namen. Ja. Nee, maar in, in het oh, technische hart. Nou, ik hoop wel dat die, die centrale verdediger die gisteren echt heel slecht was. Pires zei ook volgens mij. Zoet hallo. Zoet hallo. Zoet hallo. Zoet hallo. Uh, dat hij iedere keer verkeerd positie ja. hij, 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 ja. Ja, Alsof hij niet kon voetballen. Dat kan hij natuurlijk wel. Die jongen kan echt uh, voetballen. Ja. Dat in die Sosa zag je het ook, die kan ja, ook voetballen. Die, die kunnen echt voetballen. Dus dat gaat op een gegeven moment gaat dat natuurlijk wel gebeuren. Ja. En dan zijn het wel blijvertjes. Nou ja, kijk, bij Kroatië hebben ze meestal een centraal middenveld. Waar bijvoorbeeld Modric staat, die heel goed weet hoe je een middenveld dicht kan houden. En naast Modric staat een of andere schopper meestal op uh, uh, zo'n gedeelde nummer 6. Uh, en Modric staat altijd vrij. En op het middenveld van Ajax staat bijna nooit iemand vrij. Nee. Die wil nou, ook de bal niet, hè? Nee, die man ver in de Cairo zo... nee, nee, <laughs> nee, nee, die wil zeker was de bal ook niet. slecht, zeg hij. Mijn god. Ja. Ja, die gaan lijkt wel bang, bang voor de bal. Die, die lijkt wel of hij zich soms verstopt achter een tegenstander om de bal niet te maar krijgen. Maar dat zal natuurlijk ook wel spelen bij die jongens. Ja, Doodsbang. Ja, geef mij maar niet, dan kan ik in ieder geval geen fout maken. Ja. Maar inderdaad, er wordt af en toe, toe zo'n paas dat je denkt... Ja, ja Berghuis was daarin uh, de koning is op een is zeker dit? moment, die gaf hem aan de kornervlag weet je niet van rechts af naar de linker corner Ja, maar daar zijn, zijn altijd twee zijn. daders voor. Hè? Dat is degene die hem geeft. en de, de, de corner Nee, maar de, nee, de <laughs> ontvanger. Er moet ook iemand lopen. Ja, lopen. Ja. Dus dat kan nooit uh, ja. één, de schuld van één zijn. Jongens, voordat we het verwijt krijgen uit Eindhoven, dat we Psv. Niet oh, Jezus, blijven. we moeten het dan toch over Psv? <laughs> ja, want Psv is leuk. Laten we eerlijk ja, zijn. Ja, Psv. heel we Lang wel. is sowieso de leukste speler van de eredivisie, vind ik. Ja. Nou, ja, oké. Okay. Ja, Goed. Hij speelt in zo'n ja. hoog tempo. Hij is zo wendbaar. Ja. Ja. En meteen dan die dribbel inzetten. Ja. Hele korte... Dat honger, no. zelfvertrouwen. Ja. En hij trekt die wedstrijden helemaal open. Je ziet die tegenstander ook heel onzeker maar hij werd bijvoorbeeld hem. ook echt heel goed aangespeeld door Veerman. Ja, Veerman uh, Bij die goed. goal. Veerman speelde goed. Ja. En uh, ja, Bakayoko is ook uh, natuurlijk opeens... Uh, een gevaarlijke vleugelspiegel. Schouten en Veerman vind ik wel een heel mooi middenveld. Die, 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 die Sangaré komt er nooit meer in op deze manier. <laughs> ja. Nee, toch? Inderdaad. Als die twee zo spelen daar. Oh, die is nog niet eens verkocht, hè, Sangaré? Nee. Huh? Hij is wel is verkocht. Wel ja. wel verkocht. Ja? Jawel. Ja. Nee? Kun je even checken, pellen? Oh, ja. dat hij ja, er verkocht. niet meer in komt. Nee. Ja. Die komt <laughs> er inderdaad reden. niet meer in. De goede smoes. Okay. <laughs> ik dacht echt van Frans, <laughs> ja. Frans zit er beter op uh, ja, ik denk, ik dan mis, wij. Mis ik iets? <laughs> ja. Terwijl Frans het er een beetje bij doet, weet je, die lopen een beetje bij te buinen hier. Ja. Als schrijver. En ik kan niet zeggen dat ik elke dag over PSV ligt te dromen. Maar... Hoewel uh, ze wel eerlijk uit gebied te zeggen, heel leuk spelen. Ja. Hebben jullie de, maar over leuk spelen gesproken? Hebben jullie de combinatie gezien uh, waaruit uh, Brighton scoorde tegen Man United? 30, 30 keer gepaast. Ja. 30 keer. Dat zie je niet vaak. Veldman, Ik uh, zou, zie ook niet vaak um, een tegenstander van het niveau Manchester United zo weinig doen. Mm -hmm. Ja, ja Dat is zorgwekkend. Ja. Nou echt, ja. het was echt absurd hoe daar nul druk werd gezet. En alleen ja. maar een individu die dan eventjes naar degene met de bal. Nou ja, hobbelde. Dus het werd ze ook wel makkelijk gemaakt, maar het was wel mooi. Ja, maar Brighton is goed hoor. Ja, joh. Alleen uh, ze zijn te hebben. Uh, West Ham uh, heeft ze van het veld gejaagd. Dus uh, Ajax weet dat je oh, met vijf oké. verdedigers. Oh ja. Ja, maar het punt is. Ik geloof het... dat Henk echt op de bank moet gaan zitten. Ja. Dus, uh, <lacht> <lacht> dit is het moment. We gaan nu doen zoals West Ham? <laughs> We gaan <laughs> spelen zoals West Ham tegen nee. Brighton. En dan win je met 4-1. Ik, ik weet oh, de oplossing. Dat was jij vroeger bij Beenhakker. Dat jij gewoon op een gegeven moment. Ja, klopt. Ik, gewoon ik, van jou ik, van jou ik ben er toen in staat. Ik loop gewoon naar beneden. Je nee, maar Henk, wat je dan moet doen is. Je neemt elf oortjes mee. Ja, dan kun je ze vanaf de bank begeleiden, liefst in hun eigen ja, taal. Ja, ja. En ja. Dan, dan is het gewoon een streng geregisseerde boel vanaf de kant. Ajax met oortjes. Snel, moet heel snel Kroatisch leren. Ja. Google Translate. Oh ja, Google Translate. Sneller, Doet dat oortje misschien wel. Ja. Ja, je weet het niet. Oh, Iederig. ik hoorde op de radio dat er voor iedereen die in de media werkt komt er een online cursus grensoverschrijdend gedrag. Oh. Maar voor iedereen. In Nederland die in de media werkt? Dat zeiden ze. Maar wat is de media? Ja, ik heb geen idee. Nee, precies. Want, ja, <laughs> ja Frans, uh, je ja, agenda hem maar. Ja. Ja. We zijn erbij jongens. <laughs> maar hebben jullie bij de NOS dit al gehoord of niet? Nee, maar ja, ik, daarom nee? vraag ik ook wat is de media? Nou ja, dat was vanmorgen. En, onder, ja, ik kon het helaas het item niet horen, want toen was ik hier al. Maar dat was in uh, Spraakmakers. Oh. En, en wie is dan de initiatief? Van, van wie? wie? Van wie krijgen we die cursus? Ik Jij denk ook? de media. Ik denk ja, van de media. De media geeft de cursus aan de media. Ja, <laughs> ja, <laughs> denk ik heeft het wel. u mevrouw leeflang dat bedacht, zeker, of niet? Oh, dat zou kunnen. Of je hebt altijd van die briljante ideeën. Dus, uh... Ja, nu je het zegt. Enfin, koning van de week. Wie is de koning van de week? Hugo, wie is jouw koning van de week? Uh, ik geef hem even toe het Frans, kan ik even nadenken. Nou, ik doe gewoon Luc de Jong. Toch weer de eerste goal gemaakt. Ik geniet van Luc de Jong. Ik. Uh, volgens mij is hij ook al 33. Hè? We, we, we willen hem eigenlijk stiekem bij het Nederlands ja. elftal als, als uh, pinchhitter. Maar waarom als pinchhitter? Zet hem er gewoon in. <laughs> ja, dat kan. Nee, ook. Nee, maar serieus. Weg was deed het niet zo slecht. Nee, maar hoeveel, hoeveel keuzes... Ik, ik vind dat je niet... Voorin niet, ja. niet heel erg veel keuzes hebt bij Nederland. Nee, maar ik vind het, en uh... ik vind dat hij ook gewoon goed speelt. Die koppel was wel heel erg goed, hè? Die goal. Hij die... Nou, werd niet meegespeeld, Amper meegespeeld. Die jongen was hem kwijt. Nee, maar hij plaatst hem wel heel goed. Hij kan goed echt doen? goed timen. Ja. Nou, Luc de Jong is mijn, en het is een heel voorspelbare koning, want we weten allemaal wie Luc de Jong is. Dus misschien hebben jullie originelere keuzes, maar doe het maar eens een wedstrijd openbreken. En dat doet hij regelmatig. Luc de Jong. Vier doelpunten ook alweer, hè? Ja. Frans, koning van de week. Nou, dan neem ik die Ivan Noeschek. Want die heeft mij het meest uh, verrast als uh, speler. Weet je wel, dat hij er net in staat. Zo'n speler waar je ook de naam nog niet van kent, Maar als mm. speler staat hij er meteen wel, moet ik zeggen. Um, Probeer jij dan iemand van Ajax te doen? Susie? Nou, oh nee. ik... Oh, Bobby. <laughs> zou kunnen. Die ja. zou je van Ajax. Nee. Sem mm. um, Stein. Die vond ik. Uh, goede wedstrijd spelen ja. en hij was het eindstation van de mooiste aanval van ja, het weekend die, bal op de lat, ja. die, was echt die helaas op de lat ja, landen. niet uiteens dat hij niet nam hem, ja uiteenspatten op de lat <laughs> um, maar hij, uh, hij nam hem ook echt oh, heel goed maar iedereen nam uh, deed, deed alles en dat goed hakje van dat, van dat flat, hakje en het was nee het was een hakje uh, van uh, rots. Oh, ja, rots flap die ja. hem uh, een klein ja, stiftje ja. Uh, gaf en toen nam hij hem gewoon oh. in één keer op de slof en ik ja hij speelde gewoon goede wedstrijd staat dan weer precies op, het, op de goede plek. Uh, Heel zachtereinig bij de wissel. Je bedoelt sam Stijn, hè? Ja, <laughs> ja, ik twijfelde nog even over ja. welke steen, inderdaad. Maar ik, ik ga toch voor, voor Sam. Oké, okay, Henk dan. Hij was zachtereinig bij de wissel. Ja, vind ik ook mooi. Ja, ja. Die dacht, ik ga er nog eentje bij. En Flappie. Ja. Nou, dan gaat Magpelle de doorslag geven. Je hebt vier keuzes. Flap. Het oh, wordt Flap. Het is Flap geworden. Flap is de koning van de week. Hebben we nog wat voorspellingen? Ja. Feyenoord, Feyenoord Celtic, Celtic, Arsenal, PSV. Zo. Laten we beginnen met uh, het schitterende affiche van de IJsseldarby. Feyenoord Celtic. <laughs> Reprise van 7 mei 1970. Waar was jij Frans? Ik denk dat ik voor de buis zat met ja? uh, de, de Flo Johnson. Weet je wel, dat... Uh... Een kindval, Jean-val moest je toen. Tjintval, tjintval. Ja. Jarenlang had je kindval gezien. Kijk jij hem in zwart-wit of kleur? Zwart-wit, ja. Ik vond wel mooie shirts van Celtic, weet ik nog. Een beetje van die rugby-shirts. Ja. Brede banden. Die zag je bij ons niet zoveel toen. <coughs> bij ons is het al ik bedoel ik. Ja. Had je een katoenen, rode shirt. Wat roken, roken die was nog lekker, hè? Toen ze nog van katoen waren, roken ze veel lekker. Van die lekkere, lekkere dikke shirts, hè. Ja. Nou, fijn Celtic Suus. Mm, 3-1. Henk Frans. Ik zeg uh, fijn dat Celtic uh, 3-0. 4-0. Ze houden de nul -0. niet zo vaak. Huh? Dat ze de nul nog niet zo vaak. Dat is het enige wat daar nog beter kan. En van, dat gebeurt dat dan. er altijd een doelpunt. Oh ja, oké. Okay, ja. dit, is, dit is het moment en is Arsenal PSV. Oeh, dat is wel een interessante. Ja, ik. Uh, heb jij Arsenal lately nog uh, Zeker. gezien? Zeker. Ik, ja? ik heb ze gisteren gezien. Het was moeizaam, las ik ergens. Ja, maar het, het is, was echt een hele goede ploeg. Als je de verdediging van PSV tegenover de aanval van Arsenal zet, geen schijn van kans. Ze Als zullen het van eigen aanval moeten hebben. PSV. Als Ramaljo maar op de bank zit. Maar dan gaan ze echt afleggen. En die was gisteren dus goed, die Ramalho. Ja, en de wees als aanvoerder ook eventjes naar Peppi, hè? Stonden met z'n drie oh, ja. aan de bal. Ja, ik vond het wel mooi. was het Toch? leuk. Ze ja. deed het oh, heel ik... bescheiden, ja. alle drie. Ja. Ze wilden er geen hoofdzaak uh, ja, van maken. Het was bij. een soort gespreksgroep. Ja. 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 ja, ja. Je zag niet een soort van. Uh, nee, geen, geen vuur geen uit de ogen. Of zo, maar wel... maar als, als ik hem nou neem, hè? Ja, maar ik, ik kan mag... jij daarmee leven? Mag ik dan, alsjeblieft? Ja. <laughs> en dat Lozano dat moet er ook. nog een, een beetje inkomen, zei Lozano. Ja, gewoon help me nou eventjes. Lozano was niet best, hè, trouwens? Nee. Die nee, viel toch? Ik weet het eigenlijk niet. Hij viel veel over zijn eigen benen, ja. ja? Oh. <laughs> Hij zat wel de hele tijd met een glimlach ja. op de bank. Zijn warming up was met een glimlach. Hij straalde als een. Ja, het hele stadion riep op, natuurlijk. Ja. Ja, ja, dat en vond ik ook wel sneu voor, voor die Peppi die die, die die penalty dan nog moest nemen... terwijl het hele stadion uh, Lozano... die mentaliteit, roept. want hij had Zo. geen uh, hij uh, verk verkruimelde daar niet onder. Nee, dat vond ik ook. Van hij Komaan. ziet dus dat het qua teambuilding heel goed zit bij PSV... Ja. dat ze geen ruzie krijgen. Nee. nee, en dat er echt ook een duidelijke hiërarchie is. Want ja. het aanvoerder komt gewoon even zeggen... jongens, weet je nog afspraken? Oh ja. Maar stel het wordt 3-0 voor Arsenal. Ja. Ik zeg niet dat dat het wordt. Ik, ik houd op 1-0 voor Arsenal. Um, dan uh, wordt het beproefd hè? Of, of de teambuilding nog steeds uh, goed is. Ja. Wat zeg jij? Hugo zegt 1-0. Ja, PSV is aanvallend zo sterk. Ik denk wel dat ze zeker scoren. Maar dan denk ik 3-1 voor Arsenal. 2-0. Ik denk ook. Uh, nou, ik wil iets anders. Ik denk uh, ook 2-0. Ja. Ja, wie is, is linksback bij, dat is toch Van Aanholt, linksback ja. bij uh, PSV? Ja, ik heb begrepen dat PSV Die gaat Bos het tegen zak niet redden, bedoel je? Helemaal <laughs> niets vindt. Oh. Nee, maar dat kan me wel voorstellen. Dat vind ook niks, die Van Aanholt. Nee. Hij is verdedigend. Kijk, aanvallend is het beste te doen, maar verdedigend is hij gewoon niet zo goed. Je kunt veel beter Dest op links zetten en deze op rechts. Dan heb je nog enige kans om. Uh... Ik, nou, misschien. Kijk, doen en dan gaat Frans daar op de ik bank Precies, zit gaat Frans daar op de zitten? Ik in, zit uh, in Engeland op ja. de bank in Londen. <laughs> ja, ja. <laughs> maar wil jij ook zo'n uh, microfoontje voor dat je het uitlegt aan de meegereisde PSV-fractie? Nee, verkorten? mijn stem draagt wel. Uh, <laughs> dat <d> weet <laughs> ik. Als Van Arnold tegen Saka moet, dan uh, komen daar gewoon de, de doelpunten uit voort. Voor Arsenal. Nou, dus, Dest kan hem in ieder geval bijhouden, dat is al heel wat. Natuurlijk. Maar zou dat schelen als. Gaan we, dan, gaan we dan andere voorspellingen krijgen. als op links Dest staat in plaats van uh, die Koekenbakker? <laughs> nee, want Arsenal is gewoon te goed. Hmm. Ja. En dat mag ook. Ja, ja kijk, natuurlijk. Toch? Ik bedoel, uh, ik zou als ik PSV was gewoon op een gelijk spelletje mikken. Gewoon uh, alles ja. doen om de 0 te houden. En dan maar 0-0. Ja. De 0 voor Arsenal te houden. Ja. ja. Nou, Henk, volgens mij zijn we er doorheen toe. Nou zie je wel eens ja. dat die Engelse club internationaal anders spelen. Hè? Dat ze in die Premier League als het ware ja, heel fel spelen. En in de Europa wat ja, rekenender. Ja, thuis misschien. Ik wil zien om PSV even af te drogen, ja. denk ik. Denk ook, ja. um, nou, Duitsland-Frankrijk, iemand gezien? Ja. Dat was een goede wedstrijd. Genoten hè? van Duitsland. Ja. Want het echt uh, ja. Die die zat ook als een uh, ouderwetse vuller. Ik dacht, uh, het is niks veranderd. Ja, en, uh, ja dacht, dat wordt spinnen en, straks. En ja. Weer, ja, maar echt dat, dat, dat Duitse voetbal weer met Müller erin. Gewoon ja. Müller in, erin zetten. Ja. Nee, maar dat is dan een land in crisis. Maar die halen natuurlijk gewoon de finale van hun eigen toernooi uh, deze zomer. Dat oh, zou kunnen. Duitsland. Ik zou dat ja. wel mooi vinden. Ik zit eigenlijk al een tijdje te wachten op uh, een Duitsland wat weer... Maar goed, uh, Müller die moet investeert. er natuurlijk uit. En ik, ik hoop zo op van Gaal. Ik ik weet ja. niet oh, ik maar vinden we dit echt uit. een realistisch ja. idee van Gaal daar? Ja. Want ik. Nee, maar moet gewoon Nagelsman, jong. Nee, maar, maar, het, dat, nee, maar het, is toch een het gaat toch om het team die jongens kunnen hartstikke goed Nee, maar dus jij vindt je het je een, kijkt, een go goed idee. Hij maar vanuit het Duitse Bond, denk je dat hij echt een hele serieuze kandidaat is? Ja, ze vinden die Nagelsman te jong. En die Nagelsman twijfelt zelf. Nou, misschien voor het geld alleen. Dat maar hij te vroeg. Uh, vind, een als landenteam. Je, als je gevraagd wordt voor je als bondscoach. En je twijfelt, vind ik wel een heel slecht, uh, slecht signaal, zou ik maar zeggen, naar de ja. achterban. Dus ik denk niet dat Nagelsman het gaat doen. Maar Van Gaal is natuurlijk een Duitse coach. Een beetje ja, Duitser, oude, ouderwetse. Hij overdrijft het een beetje. Ja. Ik vind hem bijna te Duits. Hij doet het <laughs> meer maar, dan die Duitsers zelf. Een land in crisis, een, een voetballand in crisis, dan moet je Van Gaal hebben, ja. zou je kunnen zeggen. Hij maakt er wel een, een, uh, een, een manschaft van, dat is natuurlijk wat. In uh, een paar. Uh, mooie woorden gesproken door Müller, Kimi ja ja, <coughs> de kaart, zijn wel, ja. De dat zijn wel ja. aanbevelingen ja. natuurlijk uh, Schweinsteiger ook als uh, Schwein. als uh, <laughs> Schweini als uh, moet je even zeggen gewoon, hè? <laughs> ja. klinkt ook beter dan <laughs> ja. de IJsselderby. Schweini ja goed <laughs> <laughs> Schweini <laughs> maar uh, Duitsland was goed en uh, Frankrijk is natuurlijk sowieso goed, maar Duitsland die... Uh, Ze waren natuurlijk zonder MAP, hè, dus dat scheelt dat wel. Dat scheelt en, wel, maar Duitsland deed, deed het echt goed. En ik, ik dacht, voetbalt Müller nog? Weet je wel? Goed ook, toch? Maar hij was hartstikke goed. Hij ja. maakte een, een doelpunt. Ja. Nee, het was een leuke wedstrijd. Ja, ik keek even op mijn briefje. Ik zag opeens staan Duitsland-Frankrijk. Ja, goed dat je die ook nog even hebt meegepakt. Heb jij Jan Jongbloed nog herdacht eigenlijk? Ja, ja. Met uh, Vooral het vissen heb ik benoemd. En de, dat hij ook uitgestrooid wilde worden in Botshol boven. Ja, op zijn echte Ja. <laughs> Botshol, waar veel Amsterdammers schaatsen hebben geleerd. Schaatsen, uh, je kunt er lekker fietsen. Ik heb ook nog vlekken gezien. <coughs> vlekken waren slecht. Oh ja. Vlekken die uh, stomden een bal niet weg, maar stompte gewoon, denk ik, een speler voor zijn hoofd. De bal uh, was elders. Is hij toch raak? En hij uh, veroorzaakt een penalty. Oh. Ja, De keeperscrisis voor Nederland is niet voorbij. Noppert nou, die verdiept zich alleen maar. Want Noppert, we hebben dan het idee dat we een aantal opties hebben. En vervolgens laat je ze spelen. Of zie je ze spelen. Ja, maar Noppert is het ook helemaal kwijt. Ja, ook en Sillis was weer heel goed. Dus dat ik... Uiteindelijk krijg je altijd gewoon weer Sillis. Ja, net als Thomas. Die, die heb ik er heel ja. goed van. Ja, die ik. heb ik laatst ja. op het kasteel gezien. En hij hield er echt een paar mooie ballen uit. Maar. Als je die met, uh, met corners of ballen van de flank, kan echt niet. Nee, nee en zeker niet nee. met Van Dijk voor je neus. Nee, dat kan niet. Ah. Dat is over. Oké, okay, dus Bijlo moet gewoon maar maar snel fit worden. Of moet nee. met de vliegende kiezen. Die jongen doen? die van Anderlecht komen. Oh ja, van oh, ja. Brugge. Uh, waar zit hij nou? Brighton of? Uh? Nee. Van Brugge zit? ja. Brentford. Brentford ja. Die wordt het dan. Uh, Pelle maakt een... Uh... Niet Brentford. Vlekker speelt toch bij Brentford? Ik ben toch niet gek? Brighton. 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 <laughs> Ik denk dat we dit stukje echt moeten laten zitten. Dat wij gewoon <laughs> niet te <de> uitgrepen pellen. <tie> dit is heel pijnlijk voor <tie> ons allemaal. Ook voor jou, Pelle. En we laten het er gewoon in zitten. Want wij zijn geen profies. Wij zijn non-valeurs. Zo. Famous last words. Goed einde. Tot de volgende week. Ja. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.